Ja, nou, komend weekend Sparta tegen Feyenoord. Belangrijke wedstrijd, de stadsderby. Maar misschien nog wel belangrijk voor Feyenoord wat er nu op de transfermarkt allemaal gebeurt. In ieder geval zijn er een aantal geruchten. L'Équipe meldde bijvoorbeeld dat Marseille wil Strootman ruilen tegen Geertruida. Jurgensen zou aan de belangstelling staan van Fiorentina en Benevento. Is dit het moment om Jurgensen te verkopen, Dennis? Ja, ik denk dat Frank Arnezen nog wel met de fiets naar Italië wil gaan brengen. Want ja, elke euro die je nu nog voor Jurgensen krijgt, is mooi meegenomen. Het feit dat je ook meteen ruimte creëert in het salarisbudget, ook zeer wenselijk. Ja, een aantal jaren geleden was de man natuurlijk nog 16 miljoen euro waard. Newcastle United wilde hem hebben. Achteraf denken ze van, hadden we het maar gedaan. Maar ja, nu met Prato, die tussentijds gekomen is, weliswaar op huurbasis. Ik denk dat het een heel mooi moment is om Jurgensen te laten gaan. Want ja, het mag duidelijk zijn dat Prato de voorkeur zal krijgen. En waarschijnlijk zondag al zal starten tegen Sparta. Wat zou je nog voor Jurgensen krijgen, denk je? Goeie vraag. Ja, ik denk gevoelsmatig 2,5 miljoen. Dan mag je echt de handen dichtknijpen. Heeft natuurlijk nog een contract. Ja, ik denk dat Feyenoord met dit bedrag dolgelukkig zal zijn. En over Strootman gesproken. Ja, ik denk dat Feyenoord dat niet moet doen. Man wordt volgende maand 31. Heeft natuurlijk een hele mooie carrière achter de rug. International geweest. Laatstelijk dan afgehaakt bij Oranje. Frank de Boer die gaf de voorkeur aan andere spelers. Maar 31 jaar, Feyenoord heeft natuurlijk al een middenveld met oudere spelers ook. Met Toornstra, 30, Ver 30. Ja, Feyenoord moet waarde gaan creëren op het veld. En om dan een ruildeal te gaan doen met Marseille. Dus Geertruiden naar Marseille, Strootman terug naar Strootman naar Feyenoord. En misschien nog een beetje bijbetalen aan Feyenoord. Ja, ik denk niet dat Feyenoord dat moet doen. Nee. Dan over Sparta Feyenoord. Rick, wat verwacht je ervan? Gaat Feyenoord het moeilijk krijgen? Nee, dat denk ik niet. Tenminste, ze zullen niet makkelijk winnen, maar ik denk wel dat ze gaan winnen. Sparta is natuurlijk prima in vorm. Moeilijke seizoenstart gehad. Hè, tegen de wat grotere ploegen moesten ze direct spelen. Onderaan gestaan volgens mij ook enige tijd. En daarna eigenlijk heel knap opgekrabbeld met een redelijke selectie. Staan op de 9e plek in de Eredivisie. En volgens mij hebben ze ook uitgesproken om voor de play-offs te gaan. Dat zou een heel mooi doel zijn, denk ik, voor ze. Maar ik denk wel dat de wedstrijd tegen Feyenoord, zonder publiek ook nog. Normaal is dat natuurlijk wel een extra steuntje in de rug voor ze in zo'n derby. Gaat Sparta dat niet winnen? Dat zie ik niet gebeuren. Ik denk dat Feyenoord met 2-0 wint. Jij zegt dat wel, maar Sparta heeft 5 van de laatste 7 thuisduels met Feyenoord gewonnen. Weliswaar de laatste keer won Feyenoord, dat was in 2017 alweer, in december. Won Feyenoord daar met 0-7. Maar traditioneel gezien heeft Feyenoord het nooit zo makkelijk bij Sparta. Dat klopt, maar er zit natuurlijk wel een vol kasteel waar de supporters hun invloed hebben. Hè. En nu is dat natuurlijk niet zo. Wat verwacht jij van Prato, Rick? Hoe hij het bij Feyenoord gaat doen? Nou, ja, als ik heel eerlijk ben, ik vind dat de reacties wel behoorlijk overtrokken zijn over Prato. Het is natuurlijk al een wat oudere jongen. Veel geblesseerd geweest de laatste jaren. En op het moment dat hij mocht spelen, liet hij niet een hele beste indruk achter. Volgens mij is het ook een jongen met iets wat overgewicht. Ik voel dat je hem met iemand gaat vergelijken nu, maar ik kan het meer zeggen. De Argentijnse Van Beukering zou ik hem bijna willen noemen. Maar het is... Hij heeft natuurlijk voor River Plate heeft hij in de belangrijke wedstrijd wel een goede indruk achtergelaten. Maar ja, de echte verhalen van de fans van die club zijn toch wel dat hij wel over de top van zijn kunnen heen is. Nu is het wel dat hij in de Eredivisie in een middelmatige competitie terechtkomt. Dus ja, maar ik zie het niet zo gebeuren dat hij een enorm succes wordt. Hoe vaak zie jij hem scoren in de tweede seizoenshelft? Misschien 5 of 6 keer maximaal. Oké. Ja, we gaan het zien, Rick. Ik moet zeggen, ik denk dat je het juist zei, dat in de Eredivisie kan alles. Dus het kan ook zo zijn dat hij
dat hij misschien wel met een hat-trickje start tegen Sparta. Wat zou dat lekker zijn voor Feyenoord in aanloop naar die volgende wedstrijden. Ook tegen Ajax uiteraard. Ik zou het hem van harte gunnen, daar niet van. Wat zei je, Rick? Ik zou het hem van harte gunnen, daar niet van. Maar als je toch mensen hoort over praten, dan is het toch vooral een spits die denk ik meer als aanspeelpunt zal fungeren. Voorin en dan maar de balletjes aan anderen geeft. En dat daaruit gescoord wordt, dat schijnt wel een kwaliteit van hem te zijn. Meer dan dat hij zelf scoort. En hij is redelijk uitgesproken geweest in bepaalde interviews met de club. Hè, en dat hij dat doelpunten maken zijn beroep is of iets dergelijks. Hij heeft zelfs gezegd dat hij tatoeages wil gaan zetten. Als hij dat kampioen wordt of de beker gaat winnen. Zie jij dat gebeuren? Dat er nog een paar plaatjes bij komen op de rug of op de benen van Prato na dit seizoen, Thomas? Nee, dat denk ik niet. Ja, de beker kan bij Feyenoord altijd. De titel lijkt me kansloos voor Feyenoord. Maar je had het net over zijn doelpuntenproductie. Als je toch kijkt hoeveel goals Jurgensen in de afgelopen seizoen heeft gemaakt. Of eigenlijk hoeveel die er vooral niet heeft gemaakt. 10 goals, 7 goals en 5 doelpunten. Nou, dat zou Prato toch moeten kunnen evenaren, lijkt me dan toch? Ja, Jurgensen is natuurlijk wel heel vaak geblesseerd geweest. Als je naar de Zuid-Amerikaanse competities kijkt, hè, we zeggen van ja, Prato scoort daar niet zo heel veel. Maar volgens mij worden in de Zuid-Amerikaanse competities wordt minder gescoord gemiddeld gezien in wedstrijden dan in de Eredivisie. Ja, maar je vergeet daarbij ook dat Prato is natuurlijk gewoon een hele andere speler dan Jurgensen. Ja. Hij kan ook anderen in staat stellen om te gaan scoren. Al moet ik zeggen dat het wel belangrijk is voor Feyenoord dat Sinisterra vooral weer gaat spelen. Al had voor de winterstop, korte winterstop, Linssen natuurlijk het op zijn heupen met 3 doelpunten. Maar Sinisterra, dat is natuurlijk wel de man die ze bij Feyenoord hard nodig hebben. Ja, daarover gesproken, ze willen zijn contract opnieuw gaan verlengen. November is zijn contract verlengd tot 2023. Maar Feyenoord wil het nu alweer opwaarderen en er een jaartje bij doen. Op zich wel opvallend. Is het vertrouwen in Sinisterra dan zo groot bij Feyenoord? Ja, denk ik wel. En het is natuurlijk ook een van de spelers die in de toekomst waarde kunnen gaan vertegenwoordigen. Kutsu moet hij natuurlijk wel een betere tweede seizoenshelft doormaken dan de eerste. Senesi, waarvan ze overigens ook het contract opnieuw willen gaan openbreken. Dus Feyenoord is wel bezig met de toekomst. Ja. Nou, dat lijkt me prachtige woorden om mee af te sluiten.